Goedemorgen iedereen. Uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van de, van de ochtendshow. Ik vond het fantastisch om hier te gast te mogen zijn. Ik voel mij vereerd dat ik zo een privéconcert hier mocht meemaken. Dat was echt super, super leuk. En heel blij dat ik voor jullie nu nog een verhaal mag brengen over mijn uh, meestercentre-managementboek The Offer You Can't Refuse. Uh, dat gaat over klantgerichtheid, dat gaat over patiëntgerichtheid, dat gaat over hoe dat je betere. Diensten aan mensen kunt gaan, uh, kunt gaan brengen. En dit jaar was natuurlijk het jaar van COVID-19, het, uh, het vreselijke jaar, het ambitante jaar. Maar er is ook iets anders gebeurd. Uh, dit jaar was ook het jaar van de grote digitale sprong voorwaarts. Ik noem het wel eens het jaar van de grootste digitale trainingscursus die we ooit in ons leven hebben meegemaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat we op alle aspecten van digitaal. Of alle aspecten van ons leven gedwongen zijn om digitaal te gaan werken. Het, het is een mirakel dat het internet eigenlijk nog werkt. En, en weet je, voor mij voelt het een beetje alsof we in een soort van tijdmachine gestapt zijn. We zijn erin gestapt in maart 2020 en qua digitaal gebruik in de wereld is het alsof dat we plots eruit gestapt zijn in maart 2020. 2027. En je ziet dat aan heel veel aspecten. We hebben nieuwe terminologie gekweekt. Hè. U kent de quotes van het jaar. Dat is allemaal normaal geworden voor ons. Mijn, mijn favoriete quote van het jaar trouwens is deze. Als je zo in een meeting zit dat iemand zegt: Oei, wacht, ik moet even weg. Want er wordt gebeld en ze zijn daar met een pakje van bol.com. Ik ben zo terug. Dat soort dingen. Dat is het nieuwe normaal in onze, in onze maatschappij. En weet je, die virtuele meetings. Ik heb daar ook een theorie over. Um, ik zou die oprichters daarvan eens heel graag ontmoeten, omdat ik ervan overtuigd ben dat zij een heel grote fan zijn van de Muppet Show. Um, als je kijkt naar de manier waarop dat de Muppets zich georganiseerd hebben, dan is dat exact dezelfde manier waarop dat wij vandaag onze meetings doen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om dat vast te stellen. En als je het gevoel hebt van, ja, goh, die virtuele meetings... Ben dat een beetje beu? Ik heb zo zoom fatigue. Dan heb ik een kleine tip voor u om die dingen op te vrolijken naar het einde van het jaar toe. Mag dat al eens? Je kan naar deze website gaan in Peru en daar vind je een, een, een lama. Daar kan je eigenlijk een lama huren die dan deel zal uitmaken voor je volgende virtuele meeting. En ik kan u garanderen, beste mensen, dat cheers things up. Maar goed, alles bij elkaar. Als we kijken naar wat er is gebeurd, we zijn in die tijdmachine gestapt. En ik kan veel cijfers tonen, maar deze grafiek is, is, wat mij betreft, de meest overtuigende. Deze grafiek toont de evolutie van e-commerce in de Verenigde Staten de voorbije tien jaar. En dan moet je eens goed kijken: tussen 2011 en 2019, dus dat is acht jaar, is e-commerce gegroeid met negen procent. Dan komt die grote lockdown en dan is e-commerce op acht weken tijd gegroeid met 11%. Met andere woorden, op die acht weken eerste lockdown is e-commerce sterker gegroeid dan in de acht jaar ervoor. We hebben de grote sprong voorwaarts gemaakt. En als ik dat dan vertaal naar jullie wereld van gezondheidszorg, ik heb daar wat research rond gedaan ter voorbereiding van vandaag. Wat stel je vast? In Amerika is remote healthcare, gezondheidszorg via een scherm, is enorm geboost in, in uh, belang. En ze hebben gevraagd aan die mensen van, ja, stel, de vaccins komen eraan. Stel, binnen een jaar is de wereld weer veilig. Je kan weer gewoon als vanouds naar een arts gaan. Wat is je favoriete manier om dat te doen? Fysiek of digitaal? In de Verenigde Staten zegt minstens de helft van, laat het ons maar gewoon digitaal blijven doen. Dat is veel efficiënter. En als het gaat over mentale zorg, naar een psycholoog gaan, naar een psychiater gaan, dan verkiest 60% om dat in de toekomst digitaal te mogen doen. Dus het, het is alle signalen wijzen in diezelfde richting. We hebben niet de matterhoorn beklommen dit jaar. Stijl naar boven, stijl naar beneden. Nee, we zijn de tafelberg opgegaan. We zijn stijl omhoog gegaan en we hebben een nieuw plateau bereikt. We hebben een grote digitale sprong voorwaarts gemaakt. En dat is wat ik bedoel met die tijdmachine. En uiteraard zijn bedrijven en organisaties ook sneller beginnen schakelen, en dat is terecht. Want stel jezelf de vraag: als u nu naar buiten kijkt, wat, wat zie je dan? Zie je dan nog de wereld? Ik denk dat je maar een deel van de wereld meer ziet. Want buiten, bovenop onze fysieke wereld, ligt een digitale laag die non-stop in onze buurt is zonder dat wij dat zien, en die bepaalde diensten aanbiedt en verandert. En ik denk als gevolg van 2020 mogen we eigenlijk niet meer het verschil maken tussen online en offline of tussen analoog en digitaal. Vandaag bevinden wij ons in die hybride wereld waar ook alle offline aspecten een digitale toets krijgen. En dan kan je zeggen, ja, maar Steven, kan dat ook in onze wereld in de gezondheidszorg? Absoluut. Um, ik wil jullie heel graag dit verhaal vertellen. Good Doctor, een onderdeel van het Chinese Ping An. Um, ik vind dit toch indrukwekkend. Zij hebben een app gebouwd dat als jij... Ja, een, ...je niet goed voelt, als je pijn hebt of zo... ...dan kan je dat aangeven in die app... ...en dan krijg je in real time een videocall met een arts. En dan gaat die arts als een soort filter optreden. Als die voelt van oei, hier is echt wel iets ernstigs aan de hand... ...dan word je doorverwezen naar de juiste mensen in een ziekenhuis... ...of in elk geval naar een fysieke afspraak. Maar in veel gevallen is er ook iets klein aan de hand... ...en kunnen ze op een paar minuten weten van oké... Okay, um, Laat ons maar uh, dit of dit medicijn voorschrijven. En dan wordt dat medicijn naar jou thuis gebracht en dat wordt binnen de 30 minuten geleverd. Nu, ik hoop dat jullie niet kwaad zijn voor de analyse die ik nu ga maken. Maar als je dat vergelijkt met ons systeem, als ik mij niet goed voel, dan ga ik meestal niet meteen naar de huisarts. Omdat ik denk, ik ga even wachten tot dat voorbij gaat. Hè? Zo zijn wij getraind. Waarom? Omdat dat ook wel een serieuze tijdsinvestering is. Ik moet een afspraak maken bij de huisarts. Ik moet daar naartoe. Dan moet ik daar zitten wachten. Ze laten ons altijd toch een beetje wachten. Zelfs al ben je de eerste patiënt, moet je vaak zitten wachten. Dan ga je naar het kabinet, dan heb je een gesprek. Dan moet je naar de apotheek rijden, moet je daar een beetje staan aanschuiven. Dan ga je naar de apotheek en dan ga je naar huis. Je hebt een halve dag vakantie nodig, omdat je naar het gezondheidssysteem moet toestappen. Dat is hoe dat wij georganiseerd zijn. Dit voorbeeld brengt het gezondheidssysteem tot bij de mensen. En dat is onwaarschijnlijk populair. In, in China en wereldwijd is Ping An en Good Doctor, is dat het grootste digitale healthcare-platform in de wereld. Meer dan 300 miljoen mensen maken daar gebruik van. En nu brengen ze dat ook naar de fysieke wereld. Het blijft niet enkel een app. En in steden als Shanghai en Beijing plaatsen ze nu van wat zij noemen die mobile clinics. En het ziet er zo'n beetje uit als een, als een telefooncel. Hè? Maar je gaat binnen en heb je een videocall met een dokter. Dan heb je medicatie nodig, dan ga je naar de andere kant van die mobile clinic en daar is een soort van vendingmachine, een soort automaat. En dan haal jij daar met de QR-code jouw medicatie uit. Super efficiënt. En, en dit is zo'n prachtig voorbeeld van die hybride wereld. Naar de gezondheidszorg stappen is eigenlijk een fysieke gebeurtenis, maar zij hebben daar een digitale laag boven gelegd, zowel met hun apps als met die mobile clinics, dat heel die ervaring verandert. De tijdmachine is in werking getreden. Dit soort diensten zijn het voorbije jaar veel en veel belangrijker en veel populairder geworden dan voor COVID. En dat is eigenlijk een algemene tendens. Mensen verwachten andere dingen, pre-COVID, dan uh, post-COVID, dan pre-COVID. En, en daar wil ik jullie graag in meenemen. Ik heb daar een model rond ontwikkeld van hoe kan je een aanbod doen naar de mensen waarvoor je het werk doet, voor jullie patiënten, voor jullie bewoners. Um, dat, dat fantastisch is voor hen, waar op veel componenten gewerkt wordt. En in de oude wereld, beste mensen, was het eigenlijk relatief makkelijk. Als je succesvol wou zijn, had je een goed product, goede dienst en goede prijs nodig. Vandaag blijft dat natuurlijk belangrijk. Maar er is iets bijgekomen. Digitaal gebruiksgemak is de norm geworden. Stel jezelf de vraag, als u een nieuwe app op je telefoon installeert, hoeveel kansen geef je die? Hoeveel keer probeer je die nieuwe app? Bij de meesten onder jullie is het antwoord 1. En dan moet je je de vraag stellen: hoe lang duurt die ene kans? Is dat in minuten of in seconden? Bij mijn kinderen, die zijn 9 en 11, een YouTube-filmpje krijgt gemiddeld tussen de 7 zeven en 17 seconden. En terwijl ze aan het kijken zijn, scannen ze al de suggesties van YouTube om naar de volgende te gaan. De lat ligt heel hoog. Wij, wij hebben een bepaald verwachtingspatroon ten opzichte van technologie, en wij hopen dat dat werkt. En we, we hebben steeds minder. Ja, geduld daarmee, zal ik zeggen. Met andere woorden, een afspraak maken, online communicatie, tools. Wij verwachten eigenlijk dat dat allemaal even makkelijk werkt als die van de grote technologiebedrijven of de apps die op de homepage van onze telefoon staan. Wij verwachten een bepaalde transactionele perfectie. Dus dat is belangrijk om naar te kijken. In jullie organisaties, stel u zelf de vraag vanuit het oogpunt van de klant. Hoe kunnen wij details van onze customer journey verbeteren dat het aangenamer wordt voor mensen om daarin mee te gaan? En, en dit zijn zo de voordelen waar mensen vandaag naar op zoek zijn: proactieve customer service, faster than real time. Kan je anticiperen op bepaalde vragen of noden die mensen zullen hebben bij jullie? Hyper personalized. De gemiddelde patiënt bestaat niet. Iedereen is uniek. De gemiddelde bewoner bestaat niet. Hoe kan je mensen een gepersonaliseerd aanbod geven? En hoe kan je het zo gebruiksvriendelijk mogelijk gaan, uh, gaan maken? En als we dan kijken naar de toekomst, ja, dan is het duidelijk dat data daar een cruciale rol in gaat, uh, gaat spelen. Hè. In heel veel sectoren is er een soort van circle of life van artificiële intelligentie die, die op gang komt. Waarbij dat een goed product gebruikers aantrekt, die gebruikers genereren data, en dan maak je er een nog beter product van. Uh, ik heb zo het, uh, het, het idee dat wij wel eens de laatste generatie mensen zouden kunnen zijn die. Zo weinig informatie hebben over hun eigen lichaam. Wij weten vaak meer over onze auto dan over ons eigen lichaam. Hè. En daar komt verandering in. Ik, ik ben te gast geweest bij het bedrijf iCarbon X. Ik heb daar uh, mogen praten hoe zij kijken naar de gezondheidszorg. Ik heb de oprichter daar mogen ontmoeten. Dat is de man hier in zijn short en zijn mooie schoenen. Een bedrijf van meer dan een miljard waard en heeft ons daar rondgeleid. En, en hun visie is heel knap. Hè. Zij zeggen van kijk, tussen de leeftijd van zeggen, 30 en 60. ...doe je veel met je lichaam dat eigenlijk niet goed is. Te weinig slaap, verkeerd eten, te weinig bewegen... ...te veel alcohol, al dat soort dingen. Maar je merkt op korte termijn niet dat dat negatief is. Je voelt dat niet. Maar dan word je plots 67 en als je dan niet oppast... Ja, ...dan heb je een knik naar beneden van je, van je gezondheid. En dat willen zij vermijden. Zij willen ervoor zorgen dat terwijl je nog relatief jong bent... ...je toch al weet wat de impact is op je lange termijn levenskwaliteit. En dat doen ze door data... Ze, ze hebben natuurlijk van die smartwatches, ze doen bloedonderzoek, maar ze gaan daar heel ver in hoor. Als je in, in zee gaat met iCarbon X, dan gaan ze bij jou thuis bijvoorbeeld een slim toilet installeren. En elke keer als je gebruik maakt van toilet, wordt er research gedaan om te kijken hoe het gaat met je gezondheid. En op het einde van de rit, ja, zij denken daar heel ver in, kun je als het ware je leven gaan gamifyen. Hè? Beeld u in, dan uh, is het een mooie zommige avond en je zegt: Ik ga een duvel drinken vanavond, je drinkt een duvel. ICarbon X weet dat, die houden dat bij. Stel dat de volgende dag nog mooi weer is en dat je zegt, ja, dat was eigenlijk wel tof, die duvel. Ik ga dat nog een keer doen. Dan ga je misschien een bericht krijgen van je bent net vier dagen jonger geworden, je zult minder oud worden. Je bent vier dagen van je leven kwijt. En dan dag dag nadien eten we salade en tomaten en hup, je weer je dagen bij. Dat klinkt nu heel gimmickachtig, hoe dat ik het vertel, maar dat is wel de manier waarop dat zij op lange termijn daarnaar kijken, dat je een projectie krijgt van je leven op lange termijn. En gebaseerd op de data die jij op korte termijn genereert. En dit is zo'n voorbeeld van een bedrijf dat echt zegt: wij gaan niet wachten tot mensen ziek worden, maar we gaan preventief hen informatie geven om hun gedrag te sturen, om ervoor te zorgen dat ze niet meer ziek worden. Dat is gebruik maken van data om nieuwe klantenvoordelen te creëren en eigenlijk een totaal nieuwe beleving te gaan, te gaan bouwen. Dat gaat heel ver, maar het basisgebruiksgemak. Afspraken maken, communicatie, uh, vlotte heen en weer berichten kunnen versturen. Dat is vandaag de normaalste zaak van de wereld geworden. Dat is een commodity. Als je dat hebt, vinden mensen dat normaal. Heb je dat niet, ja, dan, dan werkt dat negatief vandaag. En dat is een nieuw minimum. En nu komen we in een tijd waarbij dat de verwachtingspatroon verder zal gaan en dat mensen meer verwachten dan puur gebruiksgemak. En als je dat aanbod wil bouwen en dat niet te weigeren valt, dan werk ik heel graag met twee dimensies. Bovenop dat minimum aanbod van een goed product, goed, goede prijs, digitaal uh, gebruiksgemak, ja, dan werk ik met twee dimensies. Hoe kan je meer een partner in life worden van jullie mensen waarmee je werkt? En hoe kan je waarde toevoegen aan de maatschappij? En als je die weet te combineren, ja, dan krijg je een offer people can't refuse. En dat begint met na te denken van, goed, wat, wat willen mensen, hè? Hoe kunnen wij een partner in het leven zijn voor mensen? Ik denk dat hier zoveel opportuniteiten liggen voor de gezondheidszorg. En de vraag is: hoe moet je dat doen? Beeld, beeld je in. Morgenochtend word je wakker en je bent plots veranderd in een neushoorn. Ai, maak het maar mee, hè, jongens. Je kijkt om u heen en je ligt niet in je warm bed in het prachtige België, maar je staat in de savanne in, in Kenia. Als neushoorn. Wat zou uw eerste zorg zijn als neushoorn? Je hebt daar waarschijnlijk nog nooit over nagedacht. Maar wat is uw eerste zorg als neushoorn? Dat is heel simpel: eten en drinken. Een beetje hetzelfde als wanneer je wakker wordt als, uh, als mens. En dat kan je als neushoorn. Dus geen paniek, dat lukt. Maar je bent ook bezorgd over je veiligheid en je gezondheid. En dat kan je minder goed als neushoorn. Want de natuur heeft een foutje gemaakt. De natuur ging ervan uit, als ze de neushoorn maakten, dat de neushoorn geen natuurlijke vijand zou hebben. Kijk naar dat dier. Een beetje verstandige leeuw kijkt rond en zegt daar een neushoorn, daar een zebra. That's an easy choice. He. Die neushoorn die laten we gerust. wij gaan wel rustig die zebra aanvallen. Geen natuurlijke vijanden. Waren het niet dat de mens om een of andere reden interesse heeft in de, van, in de neushoorn van dat mooie dier en daarom worden die dieren doodgemaakt. Vreselijk. Maar de natuur heeft dus dat niet verwacht, en daardoor is dat dier daar niet goed op voorbereid. Een neushoorn kan niet goed zien, een neushoorn kan niet goed ruiken, dus hij kan zichzelf moeilijk beschermen. Maar gelukkig heeft de neushoorn een partner in life: deze vogels, de oxpeckers. En die zitten op de rug van de neushoorn. En die eten niet alleen de parasieten op van de rug van de neushoorn, om die huid gezond te maken, zij fungeren ook als een soort alarmsysteem, want die vogels. Die kunnen wel heel goed rondkijken en die zien mensen van ver komen. En als zij een mens zien, maken zij een ander geluid. En dan hoort die neushoorn dat en zegt hij, oei, er zijn daar mensen. Ik ben weg. En, en dat is exact wat een partner in life volgens mij is. Dat is niet heel de tijd mensen bepamperen, bemoederen, heel de tijd storen. Nee, het is als het ware onzichtbaar aanwezig zijn. Die neushoorn voelt die vogels niet. Hè? Onzichtbaar aanwezig zijn en op het juiste moment proactief toegevoegde waarden toevoegen. Als je dat kan doen, dan ben je een partner in life. En, en dit gaat over de mens achter de klant. Hè. Dit gaat als over de mens achter de patiënt. Ik, ik heb iemand in mijn familie die recent een operatie heeft gehad. En, en voor de dokters was dat een routineoperatie. Um, maar hey, dat was voor de patiënt in dat geval niet zo routinematig afgelopen. Daar kwam meer pijn en ongemakken bij te pas dan er op voorhand werd gezegd. Wel, de zorgen, de emotionele bezorgdheid in de nazorg, is ongelooflijk belangrijk voor zo'n patiënt, heb ik gemerkt. Hè. En ik merk dan ook dat, dat sommige artsen daar minder tijd aan besteden dan aan het eerste deel. Maar voor de mens achter de patiënt is dat deel na een operatie minstens even belangrijk als dat ervoor. De mens achter de klant is superbelangrijk. En hoe beter dat je die film van het leven snapt, wat mensen hopen te doen, hopen dat niet gaat gebeuren, hopen dat wel gaat gebeuren, hoe beter je die film snapt hoe gevatter je daar kan op inspelen. Dit gaat over de life journey. En, en dat is niet enkel met daden, dat is ook met communicatie. Kijk naar uh, het werk van Luc Collemont. Ik heb enorme bewondering voor wat, uh, wat dokter Collemont doet... met zijn VZW-stop-darmkanker. Probeert hij mensen te overtuigen om, om zich proactief te laten testen... en op die manier het aantal sterfgevallen van darmkanker te laten verminderen. Prachtig werk dat hij verricht... Dat um, is mensen helpen in die life journey. Dat is proactief aanwezig zijn om problemen te helpen oplossen. De schrik die mensen hebben om darmkanker te krijgen, dat proberen te, te vertellen wat het betekent en concrete tips te geven om daar iets aan te doen. De mens, de angst, de, de dromen van mensen snappen en daar gevat op inspelen. Dat is die partner in life. Dat is over de emotie van de patiënt, dat is over de emotie van de bewoner. Daarvoor ging het over het transactionele. Dit gaat over hoe kan je mensen emotioneel kan bijstaan. En, en dan kom je tot de top van het verhaal: een positieve impact op de maatschappij. Um, Vandaag gaat het vooral over bedrijven die hun verantwoordelijkheid zoeken. Het marketing buzzword van de voorbije tien jaar was authenticiteit. Ik vind dat overroepen. Weet je wie dat heel authentiek is? Donald Trump. Super authentiek. Maar niet altijd even positief daarom. Het gaat niet over authenticiteit, het gaat over verantwoordelijkheid. De wereld staat voor grote uitdaging. Kijk gewoon wat er dit jaar alleen al op ons bord is terechtgekomen. Hè? Uh, de strijd tegen racisme en discriminatie. Het steeds urgentere klimaatprobleem. De grootste gezondheidscrisis ooit met een vreselijke impact op, op de economie en druk op gezondheidszorg. We hebben grote uitdagingen. En wat je vaststelt is dat de maatschappij meer en meer naar, naar bedrijven, naar organisaties kijkt om daar hun steentje toe bij te dragen. Er is een groter vertrouwen in bedrijfsleiders dan in overheidsleiders. En driekwart van de wereld die verwacht eigenlijk dat bedrijven, dat organisaties, proactief hun verantwoordelijkheid nemen en niet wachten op de overheid tot ze hen daartoe verplichten. Kunnen we de wereld veranderen? Kunnen jullie de wereld veranderen? Um, misschien niet. Misschien zeg je van ja, Steven, um, voor ons is dat moeilijk. Maar je kan altijd wel je eigen wereld veranderen. You can change your world. Wat is de impact dat je hebt vanuit je eigen sterktes om iets te, te doen? En ik wil graag het voorbeeld geven van CVS. Dat is een van de grootste apotheekketens in de Verenigde Staten. Um, CVS heeft als missie mensen gezonder maken. Maar op een zekere dag kwam er iemand naar hen en die zei van ja, beste CVS, je wil ons gezonder maken. Maar de realiteit is, jullie verkopen wel sigaretten in jullie winkels. En voor ons Europeanen klinkt dat heel raar, hè? Een, een, een apotheek die sigaretten verkoopt. Maar waarschijnlijk zijn velen onder jullie al in de US geweest. En als je daar binnen gegaan bent in die apotheek, dan weet je, dat is eigenlijk een supermarkt hè, die ook sigaretten verkoopt. Maar goed, CVS zei, you guys have a point. Wij mogen dat eigenlijk niet doen. Dus, zij nemen de beslissing, wij stoppen met de verkoop van sigaretten. En dat lijkt nu zo een makkelijke beslissing. Maar vergis u niet, zij draaiden 2 miljard dollar omzet op hun sigaretten. 2 miljard. En laat ons eerlijk zijn, dat is easy money. Hè? Een sigaret dat verkoopt zichzelf. Mensen komen binnen, ze willen die, ze vragen het en je moet daar 0,0 moeite mee doen. Dus 2 miljard easy money snijden zij weg. Wel, de analisten in Wall Street die hadden zoiets van: oké, okay, dat management van, uh, van CVS. Die kunnen dat niet meer. Hoe rapper dat we die mensen kunnen vervangen, hoe beter. Want zij gaan niet enkel die 2 miljard verliezen. Nee, zij gaan de volledige omzet die de rokerscommunity met zich meebrengt, die gaan ze kwijt zijn. Dat gaat geen 2 miljard zijn. Dat zal 4 miljard zijn of 5 miljard. Dus dat wordt een ramp voor dat bedrijf. Dus dat aandeel, keihard naar beneden. Maar toch hebben ze het gedaan. Maar niet op een naïeve manier, op een heel slimme manier. Zij hebben het moment dat zij stopten met de verkoop van sigaretten, zijn zij een campagne gestart naar hun klanten toe en gezegd van kijk, wij stoppen vandaag met de verkoop van sigaretten. Is dit niet het uitgelezen moment voor jullie om te stoppen met roken? En wij gaan jullie helpen. We hebben hier allerlei producten die kunnen helpen met stoppen met roken. We hebben coaches beschikbaar voor jullie. We gaan jullie ondersteunen. Zouden jullie niet mee met ons stoppen? En ze hebben dat op zo'n goede manier gedaan dat dat een onwaarschijnlijk succes is geworden. Hun omzet is niet gedaald. En sterker nog, door hun beslissing is het aantal rokers in de Verenigde Staten significant gedaald dat jaar. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zij hebben ervoor gezorgd dat ze een impact hadden op de maatschappij. Dat is wat we vandaag naar op zoek zijn: organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen. En, en dan al die componenten samen brengen die offer you can't refuse. Goed product aan een goede prijs. Goede digitale dienstverlening. Partner in life, de mens achter de klant, de emotie achter de klant, en waarde proberen toevoegen aan de maatschappij vanuit je eigen sterktes. Zo creëer je iets dat onwaarschijnlijk waardevol is en dat heel moeilijk te weigeren valt voor klanten. We evolueren naar een wereld waar digitaal normaal is, waar dat digitaal gebruiksgemak de norm is. Vandaag verwachten mensen meer dan dat gebruiksgemak. Het verschil. Kan je maken door die partner in life, door die emotie voor die klant en voor waarde voor de maatschappij te creëren? En dit is mijn uitnodiging naar jullie. Um, hoe ver staan jullie daar, daarin? Hè? Um, hoe goed gaat dit in een ziekenhuis? Hoe zit dit in een woonzorgcentra? Op welke elementen ben je goed bezig en kan je extra op inzetten? Op welke niveaus kan je nog sterker werk gaan neerzetten. Dat is mijn uitnodiging naar jullie, om eens over die vier componenten na te denken en daar te durven over dromen. Af en toe moet je durven dromen. En moet je zeggen van kijk, ik ga eens proberen de best mogelijke patiënten experience neer te schrijven. Ik ga de best mogelijke um, perfect, nee, ik ben, ben op mijn laatste slide Nico, ze komen zeggen nog vijf minuten, maar het is mijn laatste slide. Uh, de best mogelijke patiënten experience neer te zetten. De best mogelijke uh, bewoners experience neer te zetten en dan achterwaarts terug te werken en daar vandaag te beginnen aan bouwen. Durf dromen, reverse engineer en begin er vandaag aan en bouw zo een aanbod dat fantastisch is voor alle mensen waarmee jullie werken. Ik wil jullie daar ongelooflijk veel succes en plezier mee wensen. Als jullie graag meer van mij willen zien, kijk gerust op mijn Instagram of mijn YouTube of mijn LinkedIn. Ik deel daar heel veel. Content. Um, ik wens jullie nog een heel fijne dag en ik ben ongelooflijk blij dat ik de kans kreeg om mijn verhaal aan jullie te vertellen vandaag. Dank je wel om te komen luisteren.